Een uitgebreid gesprek met TLN-voorzitter Arthur van Dijk tijdens het jaarlijkse congres waar 600 leden samenkwamen. Ondertussen zijn we bij het World Economic Forum van plaats 8 naar plaats 5 gegaan. We hebben weer een AAA-ranking in Nederland. Dat komt van onze open, concurrerende en diverse economie. Ja, daar is die logistiek, die transport- en logistieke sector absoluut een dragende factor in. Via het sectorplan kan het sectorinstituut Transport en Logistiek ondernemers helpen met de toekomst bestendig maken van het bedrijf. Nee, op een gegeven moment is de koek op, zit de emmer vol en kan je zelf niet meer verder met de kennis die je hebt. Nederland is op zoek naar 2000 nieuwe chauffeurs. Willem de Vries legt uit hoe je je kunt aanmelden. We gaan naar regionale voorlichtingsbijeenkomsten, daarin kunnen mensen zich aanmelden voor het beroep. En Van Hameren uit Ter Aar kiest voor eigen vervoer. Laten we 5 vrachtauto's rijden, 3 met kraan, 2 zonder. En die jongens zijn van ons gewend, hebben alle materialen bij zich om te kunnen koppelen, lossen, laden en eventueel machines op de pontons te hijsen. Dit en meer deze week in RTL Transportwereld. RTL Transportwereld wordt mede mogelijk gemaakt door kruisinga.nl.